Hi, ik ben Ferdinand en vandaag ben ik op een leuke locatie, een hele mooie locatie, om je de Freestyle van Samsung te laten zien. Een compacte beamer, ook een hele leuke gadget waar je meer mee kan dan alleen maar films kijken op elke muur. In deze video een eerste indruk van wat hij allemaal kan. En dan begin ik hier in de slaapkamer, waar ik hem natuurlijk al neer heb gezet. Via Tizen Smart Platform kan ik via bijna elke streamingdienst, Netflix, Apple TV+, Disney+, Prime Video, zelfs Videoland, een film uitzoeken. Nou, de achterkant van de beamer die heeft een klein speakertje, dus daar komt het geluid uit. En als ik hier zit is het natuurlijk geen probleem, maar vind ik het nou niet krachtig genoeg, dan kan ik een Bluetooth speaker of zelfs een soundbar aansluiten via Bluetooth. En het makkelijkste is eigenlijk nog de stand, want ik kan hem natuurlijk makkelijk op de muur richten, maar ook op het plafond. En door autofocus, auto keystone en auto waterpas past hij dat eigenlijk automatisch gemakkelijk aan. Dan hoef ik hem alleen maar te draaien, een film uit te zoeken en ik kan een film kijken. En je gebruikt de Freestyle natuurlijk ook gewoon als je thuis aan het chillen bent of bij vrienden bent om muziek te luisteren via Spotify. Of als sfeerverlichting. Ziet er ook hartstikke gezellig uit. Maar goed, ze hebben hem niet voor niets zo compact gemaakt. Dus je kunt hem ook makkelijk gebruiken in alle andere ruimtes in het huis. En ik kan hem natuurlijk ook heel makkelijk gebruiken voor thuiswerken als tweede scherm. Ik denk dat mijn neefjes dit ook wel leuk zouden vinden, hoor. Wel een ander soort plaatje dan. Niet dit. Maar is wel goed gelukt. Hou alleen even rekening met twee dingen. Iedere keer als je de beamer verplaatst van ruimte, dan moet je wel altijd het snoer meenemen. Want hij gaat niet zonder. Of je moet een hele sterke powerbank gebruiken, dan kun je hem gewoon draadloos gebruiken. En voor de beste beeldkwaliteit gebruik je hem natuurlijk in een wat donkere ruimte. En geldt hoe kleiner het scherm, hoe helderder het beeld. Dus echt een hele gave, veelzijdige beamer. Een leuke gadget, vooral om indruk te maken als je meeneemt naar je vrienden. Ben je op zoek naar een vervanging van je televisie in de woonkamer, hè, met veel licht? Ja, dan kun je misschien beter kijken naar een andere soort beamer. Denk dan bijvoorbeeld aan de Premiere van Samsung. Vond je de video tof? Laat ons zeker even een duimpje omhoog achter. En als je deze nou zelf zou kopen, wat zou jij er dan mee doen? Laat het dan weten in de comments. Ik heb zelf ook nog wel een leuke party trick. Tot de volgende!